Het is eind mei 1997. Politie-inspecteur Danny Rijkbos is aan het werk. Ik zat hier toen op mijn bureau in het centrum van Gent. Toen ik plots het raam stond open, het was een lentedag. En ik hoorde volop sirenes, heel dicht in het centrum. Ik zei, wat is er hier gebeurd? Ik had een zeer eigenaardig gevoel. Ik had zoiets van, dat is toch niet de zaak waar ik mee bezig ben. Danny Rijkbos werkt bij de dienst jeugd en is bezig met een verdwijningszaak. Een week daarvoor verdwenen de 17-jarige Tom en de 18-jarige Bjorn van de ene dag op de andere. De sirenes die Danny hoort stoppen bij een hotel in het centrum van Gent. Ik ben gaan zien en heb daar vernomen dat het inderdaad het dossier was die ik behandelde, hè, dat het Bjorn betrof. Daar ziet hij Bjorn inderdaad. Naast het hotel, op straat, levensgevaarlijk gewond. Tom ligt nog bewusteloos in de hotelkamer. Ja, dan weet je dat je te laat bent. Dat gevoel had ik, je was te laat. Het is alsof dat slachtoffer door je vingers glipt. Het is een zeer onbehaaglijk gevoel, niet tegenstaan dat je weet dat je alles gedaan hebt om zoveel mogelijk informatie te achterhalen, om die mensen te kunnen lokaliseren. We wisten uiteraard ook niet dat die verdwijning dan gebaseerd was op een nakende zelfmoord. Hè. De jongens worden naar het ziekenhuis gebracht. Tom overleeft de poging. Bjorn sterft 4 dagen later. Dit is Waarom, aflevering 1. Bjorn en Tom wonen allebei in een gemeente rond Gent en zitten bij elkaar in de klas in een school in het centrum van de stad. Waarom ze die middag besluiten een einde aan hun toch nog zo jonge leven te maken, is een raadsel. Ook voor hun omgeving. Alles begon een week daarvoor, toen Bjorn plots verdween. Ja, hij is vertrokken, denk ik, alsof hij naar school ging. Zoals gezegd, we spreken 22 jaar geleden, 1997. Een tijd zonder smartphones, zonder internet en sociale media. Een tijd waarin je gewoon op een plaats afspreekt met vrienden en niet via een berichtje kan laten weten dat je wat later bent of er toch niet gaat geraken. Een tijd waarin je ook makkelijker van de radar kon verdwijnen. De zus van Bjorn, Sanny, merkt zijn verdwijning als eerste. Op zijn kamer konden we gelijk zien dat hij de grief meegenomen had. Kleren en zo, dat we door hadden van dat klopt hier niet. Bjorn heeft een grote vriendenkring in de jeugdbeweging, in de scouts van Gent. Hij speelt ook in een bandje met een paar van die scoutsvrienden. Tim en Michael zijn dan ook de eerste die worden gebeld. Maar zij weten ook niet waar hij is, kunnen de ouders niet helpen en zijn eerlijk gezegd niet echt ongerust. Hij was daarvoor al een keer weg geweest naar Nederland, dus ik veronderstel dat dat verhaal opnieuw gaat gekomen zijn, want hij zal wel terug naar Nederland zijn, mijn aantal maten. En we zien hem hier wel weer verschijnen. Ze zullen wiet gaan kopen zijn. En die komen wel terug als de wiet en het geld op is. Of een van de twee, of ik weet niet wat. Maar Bjorn was niet zomaar weggelopen. Toen hij dus een week later plots onderaan dat hotel gevonden werd, sloeg het nieuws in als een bom. Dit had niemand van zijn scoutsvrienden zien aankomen. Ook goede vriend Stijn niet. Ik zal ongetwijfeld wel links of rechts al een keer gemerkt hebben dat hij hem niet goed voelde, maar ik vond niet dat duidelijk te merken was. Ja, toch niet voor mij. Zijn zus Sanny kan het ook niet vatten. Nee, maar ik denk dat gewoon niemand dat zien aankomen heeft. Dat is precies dat een masker is. Zette Bjorn al die maanden een masker op, inderdaad? Al de vrienden en familie van Bjorn blijven met heel veel vragen achter. Wat is er allemaal gebeurd tijdens die week voor hij sprong? Had Bjorn dit echt gepland? Of is hij in dit verhaal meegesleurd door die andere jongen, die Tom? En wie is die Tom in feite? Een jongen uit zijn klas blijkbaar. Maar niemand heeft ooit al iets over hem gehoord. Ook Stijn niet. Ik denk wel dat hij de laatste jaar volgens mij echt een leven had waar wij niks vanaf wisten. Kende jij zijn vrienden buiten de scouts? Nee, ik kan daar heel kort op antwoorden. Ik kende Bjorn van bij de scouts en van naar vijven te gaan. Maar echt van de wereld buiten de scouts kende ik eigenlijk bijna niemand van Bjorn. Ik denk dat ik 1 of 2 mensen een keer ontmoet heb, maar dat was eigenlijk een vluchtige ontmoeting, een heel toevallige ontmoeting.
Ik kan me geen namen herinneren. En hoe waren die? Ja, ook naar klederdracht en dergelijke. Zag je dat die mensen ook al de eigen richting volgden. Dus een Hanekamp bijvoorbeeld, ja, dat zijn we niet gewoon, hè, zo'n dingen. Vertelde hij daar soms over? Oh, hij vertelde wel wat hij uitgestoken had. Hier en daar met een maat. En hij ging veel naar festivals of naar bands. Dat ik nog niet deed. Maar echt persoonlijke dingen of dingen over die gasten, dat heb ik eigenlijk niet geweten. Zijn vrienden vertellen dat Bjorn in twee werelden leefde. De wereld van de scouts en zijn familie en een andere wereld, op school. En hij hield die strikt gescheiden. Maar toch dacht niemand van de scouts eraan, na de dood van Bjorn, om te gaan praten met die andere schoolvrienden of met die Tom. En dat is vreemd, want Tom was er toch bij de week ervoor en in de hotelkamer. En die moest toch heel veel antwoorden hebben op al hun vragen. Ik meen mij te herinneren dat er een aantal waren die zeiden van ik wil die gewoon niet zien, want ik weet niet wat ik ga doen als ik die ga zien. Scoutsleider Stefan herinnert zich wel dat veel mensen kwaad waren op die Tom. En dan een beetje het idee van, ja, hij is aangespoord om of heeft heel sterk Bjorn beïnvloed. En je probeert dat dan te denken. Maar ook ik ging 20 jaar geleden niet op zoek naar Tom. Want Bjorn was ook een heel goede vriend van mij. Mijn liefje zelfs, dat jaar op kamp. Ik heb nog een grote bruine envelop vol brieven van hem liggen. En ook 4 brieven van mij naar hem, die ik als 17-jarige Eva heb geschreven, kort nadat hij was gestorven. Bjorn, ik mis je. Echt waar. Ik denk elke dag meer aan jou. Soms is het alsof je bij me bent, naast me staat en alles ziet wat ik doe. Ik hoop dat je me nu ziet. Ik hoop dat je nu bij me bent, want ik voel me rot, slecht, mottig. Ik wou dat je er nog was, dat kon ik tegen jou zagen. Ik wil je bellen en over iets stoms babbelen, over de scouts of school. Sorry. Maar eigenlijk moet jij sorry zeggen, want je hebt me ferm in de steek gelaten, weet je? Ik zit hier nu, zonder jou, zonder Bjorn, waar ik alles kon tegen zeggen. Waar ik zo om lachte en waarvoor ik naar de scouts kwam. Je blijft altijd in mijn gedachten, Eva. Zoals het wel vaker gebeurt als je 17 of 18 bent, blijft de liefde tussen ons niet duren. Maar we zien en bellen elkaar wekelijks, hadden altijd veel plezier samen. En daarom is het ook zo vreemd voor mij dat hij bewust uit het leven is gestapt. Bewust? Dat zal toch niet aan mij liggen? Heb ik zijn hart zo hard gebroken? Maar spring je daarom uit het raam van een hotel? Dit is misschien een rare vraag, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar weet jullie nog hoe dat ik was in die situatie? Ik weet dat jij, op het moment dat ik u kom vertellen ben, dat jij ongelooflijk veel verdriet had en compleet van de kaart was. Scoutsleider Stefan was de eerste die het mij kwam vertellen. En ik zie uw papa ook nog staan, die enorm inzat met u. Dat weet ik ook nog. Dat is ook een beeld dat mij bijgebleven. Ik weet niet of dat uw mama thuis was. Ik weet dat hij zei van, ik wil mee om het... aan een paar, ik denk dat je mee geweest bent bij Tim. Of ik weet die volgorde niet, maar je wou zeker meegaan. En je wou je verdriet zoveel mogelijk delen. En is het omdat ik mijn verdriet wil delen, dat ik ook deze zoektocht ben begonnen? Want eerlijk, als ik niet iedereen was gaan ondervragen, hadden we met z'n allen nog eens 20 jaar ons verdriet voor onszelf gehouden. Want in de jaren daarna hebben wij daar niet veel meer over gebabbeld met elkaar eigenlijk, hè? Nee. Stijn en ik hebben elkaar nog veel gezien, de jaren na Bjorn. Nee, daar is niet veel meer over gezegd geweest. Een keer sporadisch een anekdote, maar het is niet dat wij daar... Nee. Hè? Heel bewust of zo, of... Herdenkingen. Ja, of het zijn verjaardag, ik kan het mij ook niet herinneren. Misschien dat er wel een keer iets geweest is, maar toch niet dingen die echt blijven hangen zijn bij mij. En als het al geweest is, is dat niet een soort van traditie die we lang verder gezet hebben. 22 jaar lang is er geen woord over Bjorn gezegd. Hebben we niet gezocht naar antwoorden, zat Bjorn opgesloten in onze hoofden. En dat vind ik zo raar, want we hebben allemaal al 20 jaar vragen, maar we zijn er eigenlijk nooit naar op zoek gegaan. Moest zijn dat we dat niet nodig hadden toen, of ik weet het niet gewoon. Ja, ik denk dat we dat wel nodig hadden, maar ergens was het gevoel van, jongens, je moet dat een plaats geven. En nu,
Na 22 jaar vind ik plots een bruine envelop terug. Met in grote letters de naam Bjorn erop. Het lag al jaren ergens in een doos met oude spullen. Een envelop vol kleine en grote briefjes van Bjorn aan mij. Een kaartje voor mijn verjaardag in april 1997, een maand voor zijn dood. Zijn doodsprentje en het boekje van de begrafenis. En met deze envelop gaat dat doosje Bjorn in mijn hoofd langzaamaan weer open. Al die onbeantwoorde vragen komen weer boven en schreeuwen na 22 jaar om verlossing. En ik besef ook dat wij niet de enige zijn met zo'n verhaal en deze vragen. En daarom besluit ik op onderzoek te gaan. Als radiomaker, met mijn microfoon. Eerste stap, ik ga langs bij al mijn oude scoutsvrienden om te horen of zij nog vaak aan Bjorn denken en wat hij voor hen betekende vroeger. Bjorn was een heel intelligente kerel. Ad rem, grappen maken, dat was ongelooflijk. Het was niet de gewone doorsnee humor. Nee, het was zoiets, een speciale twink eraan. En je zag dat soms ook wel in zijn ogen. Dat is ook iets dat mij bijgebleven is. De deugnieterij kon er soms uit zijn ogen afvliegen. Uitbundig en een losbol. Het was een die ja, zijn zin deed, die van alles wel iets maakte. Die als hij er zin voor had, trok hij heel de groep mee. Maar als hij er geen zin in had, kon hij ook heel de groep tegenhouden. Toch een beetje iemand waar je op een bepaalde manier naar opkijkt. Hè? Zaken waar je waardering voor hebt. Of dat je gewoon cool vindt hè, op die moment in je leven. Wel, Bjorn was daar, denk ik, op veel gebieden een beetje de verpersoonlijking van. Bjorn was letterlijk ook iemand om naar op te kijken. Voor mij toch. Hij was een stuk groter dan de meeste jongens op zijn leeftijd. Hij had een grote bos krullen die hij af en toe eens in een andere kleur verfde. In het roze, bijvoorbeeld. Ook Tim weet nog precies hoe Bjorn eruit zag toen. Ja, rock, metal, zwart, t-shirts met opschriften op. Combats was toen ook in. En dan ja, haarstijlen in alle richtingen, lang haar, kort haar. Een sekske, glad geschoren. Het was sigaretjes in mond. Dat is zo, ja. Ze zelf rollen, dat is zo, ja, dat was Bjorn. En dat is wat ik mij ook herinner. Dat sikje en die sigaretten inderdaad. Ik heb ook heel veel mooie herinneringen aan ons laatste kamp samen, als liefjes. Zo bleven we op kajaktocht op de rivier de Lessen in de Ardennen, stiekem achterop om met elkaar te kunnen kussen. En kwamen we daarna knalrood als laatste aan op de eindplek. En tijdens schoolweken kwam Bjorn speciaal met zijn fiets langs de bus 9 gereden, waar ik elke ochtend mee naar school reed, om toch maar een glimp van elkaar op te vangen. Ik weet sowieso als een van mijn actiefste herinneringen dat ik quasi elke dag met Bjorn en zijn veranda thuis gitaar zat te spelen en dat we samen echt van alles geleerd hebben. Michael, buurjongen, scoutsvriend en net als Bjorn gebeten door muziek. Je hoort ons luisteren naar cassettes van vroeger. Naar opnames van de band Orion, de band waarin ze allebei gitaar speelden. En ik ben helemaal euforisch naar huis gegaan de eerste keer dat we samen gevonden hadden hoe we moesten trash metal spelen, dat dan echt begon te klinken, gelijk bij Metallica, bij die rappe nummers en zo. Michael en ik praten uren bij over Bjorn. En ook over hoe het komt dat we nooit iets hebben gemerkt. Had jij het gevoel dat hij niet goed in zijn vel zat soms? Hij was niet direct iemand die hem kwetsbaar ging opstellen. En we deden ook gewoon heel veel in groep. En dat was dan ook niet echt de gelegenheid om dat te doen. Oké, als we in de veranda gitaar zaten te spelen, maar dan zat hij thuis, passeerde er wel een keer iemand. Dan zit hij ook weer niet in een echt privé-omgeving of zo. En dan veronderstel ik, als hij al iets zou willen zeggen hebben, dat het dan praktisch gewoon misschien wat moeilijker lag. Maar ik heb niet het gevoel dat dat de reden is dat dat niet gebeurd is, eerlijk gezegd. En in die veranda, waar Michael het al over had, nam Bjorn ook alleen cassettes op, terwijl hij op zijn gitaar speelde en zong. Ik heb nog een klein beetje tijd. Het is nu 9:50. Ik ga een stukje spelen. Ik ga het niet gaan spelen, want ik heb het niet gaan, een partituur van The End van The Doors. Het is raar om voor de eerste keer in zo'n lange tijd zijn stem weer te horen. This is the end.
de scout ziet niemand van ons de dood van Bjorn aankomen. Maar hoe zit het dan in die andere wereld? Op school? Ik ben op zoek naar Tom. Maar voorlopig vind ik niks terug online over hem. Niet op Facebook, niet via Google. Ik heb enkel zijn voornaam en familienaam. Dus vraag ik maar aan onze scoutsleiders van toen, Stefan en Peter, of zij Tom nog hebben gezien of weten waar ik hem misschien kan vinden. Ik heb daar nooit meer iets van geweten wat daarmee gebeurd is. Behalve dat ik redelijk zeker ben dat hij niet op de begrafenis was. Maar dat is, meer weet ik daar niet van. Ik denk dat hij van de radar verdwenen is ook. En dat we eigenlijk niet echt antwoorden gekregen hebben van hem ook. En zijn ouders ook niet, denk ik. Ik weet zelfs niet of dat er contact geweest is met zijn ouders en die jongen. Via via kom ik wel aan het adres van een gemeenschappelijke klasgenoot van Bjorn en Tom. Hallo, Wim. Ben Eva. Hallo, Eva. Hallo. Wim zat in het jaar 1997 in de klas van de jongens. En omdat Bjorn die wereld echt verborgen hield voor ons, was ik nieuwsgierig of hij op school anders was dan bij ons. Hoe was Bjorn als student in het middelbaar? Bjorn was een zeer goede student. Er was een gezonde rivaliteit tussen ons. De ene keer was jij de eerste, de andere keer was ik de eerste. En omgekeerd, een gezonde rivaliteit. Maar als persoon, buiten school om, was hij een heel genegen iemand. Iemand die... Als het niet naliet voor iemand te helpen. Als hij kon helpen, dan zou hij helpen. Vertelde Bjorn over de scouts? Nee. Nee, hij vertelde daar nooit iets over. Wel dat hij in de scouts zat, maar niets van activiteiten of dergelijke. Heb je hem zien veranderen in die tijd? Bijvoorbeeld dat laatste jaar. Is Bjorn dan veranderd? Het laatste schooljaar, net zoals veel tieners, denk ik, in hun laatste middelbaar, worden schoolmoe. Ik ook. Dat was een jaar van geen goesting hebben en een jaar van tegen alles. Niet alleen bij Bjorn, maar ook bij mij en bij andere vrienden uit de klas. Ja. Wim kende niet alleen Bjorn, maar ook Tom heel goed, al van in de kleuterklas zelfs. Ik vraag hem daarom wat voor iemand die Tom is, want ik wil hem goed kunnen voorbereiden op dat gesprek binnenkort. Want Wim heeft me ook net het adres van de moeder van Tom bezorgd. Ja, dat was een stille, een zeer stille. Die kwam ook uit een gezin van gescheiden ouders. Woonde met zijn moeder samen. Zag zijn vader niet zoveel. Maar dat was een lieve, een stille, echt in zichzelf getogen jongen. Ook in ons middelbaar was dat zo. Wat hadden ze gemeen? Kan je dat zeggen? Van hoe kwam dat dat zij goed met elkaar klikten? Goh, wat zou dat geweest zijn? Ik denk een donker kantje. Ja, zo, hoe moet ik het zeggen? Lak aan alles. Noem het maar op. Hè. Ze waren ook Rage Against the Machine of wat is daar. Dat vonden ze ook de max allemaal. En ja, zo'n apart wereldje waar dan ze in zaten. En... Ja. Dat moet toch ingeslaan zijn als een bom op school, in die klas. Ja, dat waren twee klasgenoten. Herinner je jou dat nog? Ja, dat is iets nog dat gegrift staat in mijn geheugen. Dat komt als donderslag bij heldere hemel. Dat is iets dat ik niemand niet toewens. Niemand toewens die jong is. Want als je 17 jaar bent of 18 jaar bent en... Je kunt dat goed vinden met die mensen. Dat heeft een enorme impact op je. Het zwaarste vond ik de begrafenis zelf. Dat vond ik het zwaarst. Ja. Dat is iets dat ik nooit ga vergeten. Het verdriet. Het verdriet dat teweeg brengt. Zijn ouders. En dat je de vraag stelt waarom. Waarom? En dat is een vraag dat tot op vandaag eigenlijk nog altijd bij mij speelt, van waarom? Wim was zeker niet de enige die met die vraag achterbleef. En daarom vind ik het vreemd dat er na die eerste moeilijke maanden na de begrafenis, maanden met heel veel verdriet, nog amper over Bjorn werd gesproken onder de vrienden. En ook met zijn ouders hadden we geen contact meer.
Ik ben heel zenuwachtig voor dit telefoontje. Oké, ik heb opgeschreven wat ik allemaal wil vragen. Ook al is dat 20 jaar geleden, ik vind het aardmoeilijk. En ik ben al helemaal weer aan beven. Goedemorgen, met Zora. Ik herken meteen de stem van de mama van Bjorn. Maar jij bent de mama van Bjorn, toch? Hè? Ik ben de mama, ja. Voilà. Ik ben Eva, Eva Moerhart. Ik weet niet of dat je mij nog kent. Ja, van... die komt mij inderdaad bekend voor. Van een... ja, en ik voel me meteen ook zo slecht, omdat ik hen nooit meer contacteerde na de begrafenis. Maar ik was zelf 17 jaar toen dit allemaal gebeurde. En ik was er kapot van. En ook nog eens midden in de examens. Ik heb daar wel veel aan gedacht. Ook de jaren daarna. Maar ik wou hen niet lastigvallen met mijn verdriet. Ze hebben zelf waarschijnlijk nog veel meer verdriet dan ik. En wie ben ik om hun zoon zo hard te missen? We zien wel, hè. Maar eerst en vooral, denk er eens over na. Voel je zeker niet verplicht, hè. Het is maar een vraag. Hè? Kan je daar zeker iets laten over? Oké, dank u wel. Groetjes. Dag. Ze moeten erover nadenken. Natuurlijk. En ik besef dat zij nu door mij teruggecatapulteerd worden in de tijd. Noodgedwongen de pijn en het verdriet moeten voelen van toen. Ik ben wel klaar om hierover te praten en antwoorden te zoeken. Maar zijn zij dat ook? Wel, iedereen rouwt op zijn eigen manier en natuurlijk ook op zijn eigen tempo. Omdat ik mijn eigen rouwproces en dat van de anderen beter wil begrijpen, vraag ik ook hulp aan Lore Vonk van de werkgroep Verder. Een werkgroep voor nabestaanden na zelfdoding. Ik voelde mij wat schuldig omdat ik bij iedereen dat potje even open gedaan heb dit jaar. En ik zag hoe dat iedereen er weer moeite mee had om, er, ja, om daar weer over te praten. Het is niet verkeerd om dat potje open te doen. Maar als iemand dat potje wel gesloten wil houden, is dat natuurlijk ook zijn recht. Dus die communicatie daarover met je omgeving is wel heel belangrijk. Van, vind je dat niet te pijnlijk? Wil je daarover praten? En dan die mening daarin respecteren natuurlijk. Ja. Zij vindt die 20 jaar stilte rond Bjorn niet zo vreemd. Eigenlijk gaat een rouwproces in golven. Dus dat kan zijn dat je het eerste 2 jaar heel moeilijk hebt, dan 20 jaar... eigenlijk niet. En dan plots door, dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een andere verlieservaring, plots alles weer boven komt. Vandaar ook de golven. Soms wordt zo overspoeld en soms is de zee wel rustig. De grootste vraag waar we allemaal al 22 jaar mee zitten is ook, wat is er juist gebeurd op die hotelkamer toen? En hoe komt het dat Bjorn wel sprong en Tom niet? Ik denk dat zij gewoon op dat moment zelf verkeerden in een roes. Alle vrienden probeerden toen verklaringen te vinden. Op het balkon wouden ze vliegen, zagen ze iemand vliegen, gingen ze zelf proberen vliegen. En dat er op die dat Bjorn er zo afgevallen is. Het verhaal dat er bij mij in zit, is dat om het zo uit te drukken, het Romeo en Juliet verhaal. Dat ze elkaar ergens uitgedaagd hebben om te springen. En dat Bjorn gesprongen is en zijn maat niet. Dat die gast bewustzijn verloren is. En is dan eigenlijk in paniek geschoten. Hij is naar boven gelopen, want ze zat niet op het bovenste verdiep. En is dan van het bovenste verdiep naar beneden gesprongen. Dat is hoe dat ik het verhaal in mijn geheugen heb. Al die verschillende versies. Al die verschillende hoofden waarin iets anders is blijven hangen. Ik denk dat niemand heel duidelijk een versie had of dat er heel veel gespeculeerd is. En ja, dan ga je misschien bepaalde versies die je met mensen, of gesprekken die je met mensen voert, dat als de waarheid beschouwen. Ik weet het eigenlijk niet. Of dat met verwerking te maken heeft, nee. Ik denk dat voor jezelf een soort van aanvaardbare versie zoeken is. Een aanvaardbare versie. Dat is inderdaad waar ik zelf al jaren naar op zoek ben. Een versie die klopt met het beeld dat ik had van Bjorn. Een versie waar ik mee verder kan. Is dat ook een manier van dingen verwerken? De versie die je jezelf in je hoofd prent of zo? Ja, absoluut. Maar bijvoorbeeld bij een zelfdoding, dat echt een zelfdoding is, gaan zien als een ongeluk, is eigenlijk ook in je rouwproces wat in de ontkenningsschokfase blijven zitten. Wat natuurlijk niet zo gezond is. Er zal wel een bepaald moment komen dat de volgende fase komt en die zal des te harder
aankomen. Eigenlijk kunnen we dan al spreken van gecompliceerde rouw, wat echt een stoornis is, diagnostisch gezien. Maar als een ongeluk zien, om dat niet te hebben, is het heel belangrijk dat je eigenlijk wel de details weet. Dat dat ook niet verzwegen wordt. Ik kreeg hier net een berichtje binnen. Eva, we vinden het een mooie nagedachte om iets te maken rond Bjorn. We zullen graag meewerken. Kan je ons nog eens opbellen? Romain en Dora. De eerste keer bij de ouders thuis is het heel erg aftasten. Hey. Ik zie aan hun gespannen gezichten dat het niet makkelijk is voor hen. En dat ze nog niet zeker zijn of ze hier wel over willen praten tegen mij. Ik heb mijn bruine envelop meegebracht met de brieven van Bjorn. En terwijl ik beetje bij beetje vertel hoeveel ik nog denk aan Bjorn en dat ik sinds het vinden van de envelop zoveel vragen heb waar ik nu een antwoord op wil, zie ik beide ouders ontdooien. Ça va, ik ga een klein stemtestje doen. Kan je gewoon eens zeggen wie je bent? Ja, ik ben Romain, de pa van Bjorn. En ik ben Dora, de mama van Bjorn. Wat was jullie reactie als ik de eerste keer gebeld had? Met de vraag om dit te maken? Ja, je weet niet wat je moet verwachten. Hè. En je wil zeker, allee, ik wil zeker niets negatiefs. Nee. Ik wil dat gewoon niet. Het is al negatief genoeg geweest. Ik zag ook niet dat het moet verbloemd worden. Hè, want dan, ja, het is gebeurd. Het is echt verkeerd gelopen. Waar, dat weet men eigenlijk nog niet. Maar het heeft geen zin om daar nog iets bovenop te doen. Hè. Ja, je wilt ook dat dat niet vergeten wordt. Hè? Dat hij blijft leven in onze gedachten. Hè? Dus, maar ik wist inderdaad van Romain dat dat iets moeilijker ging zijn. Dus karakters, hè? Dat weten we. Ik denk dan zo, als je op kerkhof staat, ook van... Goh, allee, ja, je ziet ons hier staan, eerst en vooral dat zo niet moet. En dan denk je ook van... Goh, zou er nog wel eens een keer aan hem denken? Maar ja, kijk, er zijn er dus wel. Dus ja. Dat geeft dan wel een goed gevoel. Hè. Dus, Ik hoop ook bij de ouders al heel wat antwoorden te vinden. Maar al snel blijkt dat ze nog evenveel vragen hebben als ik. Wel, je kunt niet geloven dat op die moment dat er niemand is, dat er echt niemand is dat dat doorgedrongen is van... Is dat van plan of... Ja. Ze kunnen niet begrijpen dat niemand van zijn vrienden iets in de gaten had toen. Ja, wat is er gebeurd? Ja, dat is iets dat blijft. Hè. Dus, je legt daar wel bij neer achter een tijdje, want je kunt niet blijven graven, want dan ga je er zelf onderdoor. Maar af en toe denk je daar nog wel een keer aan. Hè. Dus, like dat Romain zegt, van, is er nu niemand niet die dat weet of gezien heeft? Ik denk dat hij dat echt wel goed kunnen de scheiding maken. Hè, van, dat is mijn openbaar leven. En dat is, ja. Leefde Bjorn inderdaad in die twee werelden? Een openbare wereld en een andere, donkerdere wereld. En dat is dan het lastige. Ja. Als je niet weet waarom, dan zoek je en blijf je maar zoeken. Hè. Maanden en jaren. Dus, maar ja. Ik vraag me ook af of zij ooit contact hebben gehad met die andere jongen, met die Tom. De moeder van Bjorn is hem blijkbaar ooit wel eens gaan opzoeken. Maar ik ben er ook niets wijzer geworden. Hè. Nee. Dus dat was echt een gesloten boek. Dat was... Die zat volgens mij ook onder de antidepressiva of ik weet niet, of kalmeermiddelen. Dus, Voelde je hem veranderen dat laatste jaar? Allee, hebben jullie dat achteraf gezien natuurlijk? Hè? Ja. Inderdaad, ja. Dus je verliest de grip en je voelt dat. Hè? Dus, het glijdt tussen je vingers, hè? Dus je hebt er geen ding meer op. Hè? Dus je weet niet altijd met ze bezig zijn. Dus, het is niet de bedoeling ook dat je als ouder... Daar gaat gaan graven en detectieven gaat gaan spelen. Dus je moet een beetje de vrijheid en een ding geven. Het is moeilijk, achteraf gezien. Ja. Dus van, op de laatste konden we niet meer mee spreken. Nee. Hoe ver mag ik erin gaan voor jullie? Allee, wanneer zeg je van Eva, stop maar, dat willen we niet meer weten? Je weet nooit... we weten nooit te veel. Misschien ontdekt er toch nog iets dat zegt dat de verklaring heeft voor het een of het andere. Ik ga u niet stoppen, zeker niet. We weten zelf te weinig voor in de klare kijken of dat. Ik kreeg de toestemming om te graven, om diep te graven. En ik zou blij moeten zijn of zo. Maar ik merk onderweg naar huis
dat dit gesprek me veel meer doet dan ik wil toegeven. Ja. Het was eigenlijk goed. Het was een goed interview. Het was een goed gesprek. Maar helemaal op het einde... Ja, die papa van Bjorn, die zei zelf ook van ik ben wat meer gesloten. Ik kan er allemaal niet zo gemakkelijk over babbelen of ik wou dat ook niet. En helemaal op het einde zei ik ja, bedankt dat ik mocht komen. En hij pakte mij vast en dat ziet er nu geen mens uit die iemand snel vastpakt. En hij pakte mij vast en hij zei ik ben super blij dat je hier bent. Maar ja. En daarna gaf die moeder van Bjorn mij ook nog een knuffel. En toen kon ik mijn tranen ook niet tegenhouden. Ja. Soms vraag ik mij af waarom ik mezelf dit allemaal aandoe. Of ik daar nu echt beter van word. Ik besef dat deze zoektocht een emotionele rollercoaster zal worden. Zowel voor mij, als voor de ouders, als voor de vrienden. Maar een rollercoaster die ik op dit moment moet nemen. Die ik lang genoeg heb genegeerd. En wat ik zeker genegeerd en vermeden heb tot nu toe, was contact zoeken met die andere jongen, die Tom. Online vind ik zijn naam nog altijd nergens terug. Het enige aanknopingspunt dat ik nu heb gekregen van klasgenoot Wim... is het adres waar Tom vroeger woonde en de naam van zijn moeder. En net in de week dat ik beslis om daar eens te gaan aanbellen, kom ik op een feestje een kennis tegen die me meer over Tom kan vertellen. Nieuws dat mijn hele zoektocht weer op zijn kop zou zetten. Ja, ik denk dat ik die ken. Die heeft bij mij altijd in de lagere school gezeten. En ik heb dat toen ook gehoord dat hij daarbij betrokken was, bij die poging en dat hij dat overleefd heeft. Maar het rare is dat ik een aantal jaar geleden dan gehoord heb dat die jongen ook zelfmoord gepleegd heeft. Dus hij leeft niet meer? Nee, ik denk het niet. Ik heb er geen contact, maar ik heb dat via gehoord. Dus ik denk dat hij niet meer leeft. Dit is waarom. Een podcast van de VPRO. Gemaakt door mezelf, Eva Moeraert, en met de hulp van Timon van de Voorde, Sander Lambrecht en Matthijs Bertel. Eindredactie door Randy Vermeulen. In deze podcast vertellen we het verhaal van Bjorn en proberen we zijn zelfdoding te verklaren. Zit je zelf met vragen rond zelfdoding, dan kan je altijd bellen naar de zelfmoordlijn op het nummer 1813 in België of 0900 0113 in Nederland. En heeft deze podcast jou geraakt of veel voor jou betekend? Laat dan een recensie achter in iTunes. Daarmee kunnen andere mensen ons sneller ontdekken. En de muziek is van Ansatz der Maschine.